verre is eigenlijk, het is een beetje een eerbetoon aan een verre, een bekende Antwerps muzikant, vooral bekend in de muze. Wij zochten eigenlijk een originele naam, een beetje met een achtergrond, met een leuke historiek. Vandaar, wij hebben ook in gedachten van een muziekcafé ervan te maken. Wil dat zeggen dat er hier groepjes kunnen optreden? Graag. Dat brengt leven in de brouwerij. Ik vind het fantastisch om muzikanten bezig te zien, bezig te horen. We moeten ook die mensen wat steunen, hè? Zeker in deze periode. Dus ik zou zeggen, iedereen welkom. Is het de bedoeling van het echt een bruine kroeg te maken? Ja, zeker. Ik vind de gezelligheid van een oud gebouw zeer, zeer belangrijk. Je moet je eigenlijk een beetje thuis voelen, hè? Het is de bedoeling dat Antwerpenaar hier een beetje thuis komt. Ja, zeker. Zeker. Er komen veel mensen van over het water, want ik woon al jaren in Basel, dat zullen jullie wel horen. Ik heb ondertussen al mijn buren, mijn mede-collega's beter leren kennen op enkele dagen tijd. Dat is fantastisch, heel leuk. Ik voel mij echt al thuis en echt ondersteund. Dat had ik eigenlijk niet direct verwacht in een stad, want ik ben een beetje een dorpsmentaliteit gewoon. Daar leven we iets closer bij elkaar. Maar ik ervaar eigenlijk hetzelfde gevoel hier in de stad. Ja, ik voel me welkom. Een beetje beschermd ook door de horecabazen in mijn buurt. En dat doet eigenlijk wel deugd. Bruno, ze hebben jou gecontacteerd om de inrichting te doen hier van de Ferre. Dat moest een echt Antwerpse kroeg worden. Ja, ik heb de inrichting volledig gedaan. Ik heb ook een toog gevonden, die uiteindelijk in Epernay in Frankrijk. En uiteindelijk blijkt die toog gemaakt te zijn door de firma De Bie in de Kloosterstraat 45 Antwerpen. Dus zonder telefoonnummer, dat wil dus zeggen dat die toog meer dan voor 1925 is gebouwd. Ja, er zijn ook een aantal belangrijke Antwerpse elementen aangebracht. Hè? Denk ik maar aan de drie Antwerpse figuren die aan de muur hangen. Ferre Gerriard, die toch een internationale beroemdheid is geweest in de muziekwereld. Nicole van Gottem, die toch de eerste en de enigste Oscar-winnares is in België. En dan Anne Salens, die toch een van de eerste Antwerpse couturiers was in Antwerpen. Ja, drie belangrijke Antwerpse figuren die eigenlijk heel weinig aandacht toch krijgen. Ja, eigenlijk veel te weinig. Want die waren heel belangrijke mensen. Als je ziet dat Ferre Gerriard toch in Olympia in Parijs heeft gespeeld. Dat hij toch op de billboard in de USA op de plaats heeft gestaan. Dus toch geen onbelangrijke mensen. En de Ferre, zijn geest dwaalt hier vlakbij nog rond, hè, met de muzen achter de hoek. Uiteraard. En trouwens, ook die figuren zijn ook allemaal figuren vanuit de Wolstraat. Of rond het Conscienceplein. Die hebben alle drie ook in de Wolstraat gewoond en zo. Bij een heel gekend ander café, De Kat, hè, dat hij daar vertoefde. En we hebben dat hier wel willen incorporeren in het systeem. Het moet echt een Antwerpse kroeg worden. Ja. Toen als je boven ziet op het eerste verdiep, hangen er ook allemaal foto's van gebouwen die ooit zijn afgebroken geweest de laatste 50 jaar. Gelijk het Zuidstation, de Vlaamse Opera, de Hippodroom. En dat is hier ook allemaal aanwezig, een beetje nostalgie ook.